De geldigheid van de BASO en BZV-kaarten met een vervaldatum tussen 31 juli 2020 en 28 februari 2021 is verlengd tot en met 28 februari 2021. Dat betekent dat tot en met 28 februari de zorg- en dienstverlening aan personen die in het bezit zijn van een BASO of BZV-kaart normaal zal plaatsvinden. Minister Urakit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, die de coördinatie heeft van deze registratie, benadrukt het volgende. Oké, voor de BASO en BZV-kaarten, voor de mensen die verzekerd zijn, is de dienstverlening verlengd tot en met 28 februari. Let wel, het geldt bij deze dan voor de mensen die verzekerd zijn, waarbij hun verzekeringskaarten te komen vervallen zijn even juli tot en met 31 december. Dus nogmaals, eind juli tot en met eind december, de kaarten die vervallen zijn, dat deze mensen nog steeds kunnen genieten van de diensten tot en met 28 februari. Dus nogmaals, voor wat betreft de kaarten, om dan antwoord te geven voor wat betreft de BASO en BZV-kaarten. De kaarten die komen te vervallen, of althans de verzekeringen die vervallen zijn geworden in 31 juli 2020. En die van 31 december 2020 nemen ook mee de kaarten die vervallen zijn in januari 2021 en ook van februari. Dat deze mensen dan nog steeds kunnen genieten van de diensten tot en met eind februari. Dus tot en met eind februari kunnen deze mensen nog steeds gebruik van maken. Let wel, dat is geheel apart van de registratie zelf. Om nadruk te leggen op dat gedeelte van de registraties, tot en met 15 februari, let wel, geen 28, want 28 is de dienst, tot en met 15 februari kunnen de BASO en BZV-verzekerden met een vervallen kaart, zo ook van januari en februari, dan langskomen bij een van de BASO-kantoren om dan de verlenging te doen. De verlenging voor wat betreft dan een andere kaart, een andere verzekering aan te vragen, oftewel verlengen. Maar dat ik wel nadruk op leg dat er twee datums daar vermeld zijn. En dat is 1, 28 februari, waarbij de dienst eindigt. En 15 februari, waar men dan als laatste dag dan langs kan komen voor de registraties. Oké, om te registreren natuurlijk moet u voldoen aan criteria. Als u zo'n formulier ophaalt bij een van de BASO-kantoren, de RGD-kantoren of een van de SZF-kantoren, dat u zo'n formulier dan in ontvangst krijgt, let wel ontvangen. Graag niet daar in te vullen, maar dan mee te nemen naar huis om in te vullen. Zo ook kunt u ook via onze website www.basiszorg.sr dan uitprinten. Ik benadruk uitprinten van daaruit en invullen met de nodige stukken. Toe te voegen en in een dropbox bij een van de BASO-kantoren dat te droppen. De Brokopondo is dat wel anders. Brokopondo hebben een dropbox in samenwerking met de DC daar geplaatst en zo ook de Marowijnen. Intussen hebben we ook een BASO-kantoor te Kommerwijnen, want dat heeft natuurlijk zorgt het voor minder spanning, de Gemeenelandsweg. Dus vandaar dat ik het meeneem dat ook te Kommerwijnen u kunt ophalen, zo'n formulier, en ook droppen. Maar let wel, we hebben een versoepeling voor wat betreft de studenten en ook een versoepeling voor wat betreft de 60-plussers. We houden namelijk rekening mee dat volgens het besluit wat de regering had genomen, dat 0 tot en met 16 jaar en 60-plussers dan automatisch dan moeten voorkomen in ons bestand om dan verzekerd te worden, geregistreerd en verzekerd te worden. 0 tot en met 16, versoepeling. U zal zich afvragen van waarom een versoepeling. Bij deze nogmaals, het gaat om doelgroepen die al recht op hebben. Dus bij hun hebben we dan nodig dat ze alleen dan langs weer komen voor een registratie door middel van een formulier, copy-ID of copy-familieboek dat indienen bij ons. Wij registreren of dubbelchecken, we gaan het dan matchen in ons systeem. En aan de hand daarvan kunnen ze dan een verzekering krijgen van ons kant uit. En dan nadruk leggen op 17 tot en met 59 jaar, dat zijn eigenlijk de BZV-verzekerden. Toen bekend meer als on- en min-verzekerden. Dus hun, omdat 17 tot en met 59 jaar nog steeds behoren tot de werkende klasse, of zo gaan we ervan uit dat er natuurlijk vanaf 17 jaar tot en met 59 jaar, dat u daar al recht hebt om te gaan werken, dat u daar een plicht heeft als volk, dat u helpt te ondersteunen, toch? Dat het voor de vooruitgang, ontwikkeling van Suriname. Dus bij hun van 17 tot en met 59 jaar hebben we wel rekening mee gehouden dat we daarbinnen ook nog onze zwakke huishoudens hebben. Daarbinnen hebben ook nog de mensen met een beperking die nog geen verzekering hebben. Dus daar hebben we dan ervoor gezorgd dat de doelgroepen onder ons van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, waar daar staan ze ook geregistreerd, dat ze natuurlijk ook recht hebben op zo'n kaart, dat ze recht hebben op verzekering. En daar geldt eigenlijk onze BZV-verzekeringkaart. Let wel, omdat de groep daar groot is,
en daar ook natuurlijk de werkende klasse in voorkomt, hebben we wel gevraagd dat ze dan de verschillende stukken qua criteria dan meenemen, of althans plaatsen als bijlage, dan indienen. Als er eenmaal een criteria van hun dan zal voldoen aan wat wij van sociale zaken of wij van de BASO-kantoren opletten, dan natuurlijk krijgen ze dan van ons kant uit volledig subsidie voor wat betreft hun verzekering. Online, het moet strikt persoonlijk, want het is eigenlijk een verzekering wat wij subsidiëren naar u toe. Dus alleen u kent de situatie waarin u zich bevindt. Maar natuurlijk letten we er ook op dat bepaalde mensen natuurlijk ambtshalve dat kunnen doen. Maar ook dat hun peet of noem maar op, de mensen die hun bijstaan, dat mogen doen voor hun. Maar dat er wel duidelijk vermeld moet worden of onderbouwd moet worden van luister, wij zijn degene die de persoon ondersteunen bij deze. Het mooie van is dat er verschillende gevallen zijn waarbij zelfs kinderen, waarbij zelfs de mensen met een beperking, zwakke huishoudens, dan ondersteuning nodig hebben van onze medemensen. En dat de medemensen hun eigenlijk helpen om ervoor te zorgen dat ze geregistreerd staan bij ons en dat ze dan een verzekering krijgen van ons. Oké, nadat de mensen zich hebben geregistreerd, een aanvraagformulier hebben ingediend, ze zijn door onze hele criteria-team eigenlijk doorheen gegaan. Ze hebben alle procedure doorlopen voor wat betreft hun registratie. Dat natuurlijk van daaruit zij dan een appje, een sms eigenlijk krijgen. We hebben gewoon dan sms, want zoals u weet niet iedereen heeft een smartphone, we hebben rekening mee gehouden. Dus dat er een sms wordt gestuurd, dat ze goedgekeurd zijn geworden, dat ze natuurlijk voldoen aan ons criteria. En dat ze een pasje, een verzekeringspasje, dan kunnen ophalen bij een van de SZF-kantoren, maar bij deze hebben we dan ervoor gekozen dan hoofdkantoor SZF, dat ze daar een pasje dan kunnen ophalen. Let wel, zodra u nog geen sms'je ontvangt, alsjeblieft wacht u gerust op uw sms'je. Er wordt ook dan gebeld als u wilt zien dat er geen reactie is, dat men niet komt ophalen. Dat u dan uw tekst-sms'je zou moeten krijgen voordat u langskomt bij SZF, de hoofdkantoor. Een boodschap naar de samenleving, beste broeders en zusters, let u erop. Zorgt u ervoor dat u tijdig uw registratie komt doen bij een van de BASO-kantoren. Zorgt u ervoor dat u geduldig, dat u rustig dan uw formulier invult. Dat u ervoor zorgt dat u het volledig invult. De stukken bij elkaar probeert te brengen. Het plaatst in de enveloppe en een van de dropboxen dan plaatst. Zorg je ervoor dat als uw medemens dan hulp nodig heeft om in te vullen en ze het niet zo goed snappen, helpt u ons. Helpt u ons om ervoor te zorgen dat het werk dan makkelijker en lichter dan wordt. Dat wij als mens dan elkaar helpen. Let wel dat er een datum is vastgelegd voor wat betreft einddatum registratie. En dat is 15 februari. Maar dat de dienst zelf zal continueren tot en met eind februari. En bij deze februari 28 dagen, dus tot en met 28 februari, zal de dienst nog steeds verleend worden aan u, met zo'n kaartje, met zo'n verzekering van SZF. Maar dat u ervoor zorgt dat voor 15 februari u uw nieuwe aanvraag, uw registratieformulier volledig hebt ingevuld, met alle bijbehorende stukken en dat deponeert bij een van de BASO-kantoren. Let wel, u wordt dan ge-sms'd. Van dat u een kaart kan komen ophalen, een verzekering, uw verzekeringspasje kunt komen ophalen. En dat is de SZF-hoofdkantoor. Dus bij deze vraag ik uw medewerking, gezien onze COVID-situatie. Volgt u alle COVID-maatregelen vanuit het ministerie van Volksgezondheid. En zorgt u ervoor dat we elkaar beschermen en dat we dan meewerken. En dat we de correcte mediaberichten volgen voor wat betreft dan uw BASO of BZV-kaart. En zorg ervoor dat u tijdig komt registreren, zodat daar geen stagnatie dan plaatsvindt. En dat we ervoor zorgen dat wij gezamenlijk dan dit tot een mooi en bloeiland Suriname kunnen maken, waarbij u degene bent voor wie wij dan werken. U degene bent voor wie wij gaan. En dat wij ervoor zorgen dat we klaarstaan voor u. Dus, mijn mensen, uw medewerking om dit lichter te maken en makkelijker en efficiënter te maken door middel van deze aanvraagformulieren dan in te dienen bij een van de BASO-kantoren. Dank u.